Hey, we zitten natuurlijk ook nog steeds natuurlijk met dat woningtekort. En waarvan ik met de aankomende plannen van de regering ook echt zeker niet voorspel dat dat in een hele korte termijn opgelost gaat worden. Nee, we gaan dat nooit oplossen. Dat is een gebouwde uitspraak, maar dat is ook een persoonlijke titel. Dat gaan we nooit oplossen. Nee. Goedendag allemaal, welkom bij de Vastgoedshow, de podcast van de Real Estate Masterclass. En vandaag heb ik in de uitzending Patrick en Pieter Jan. Welkom heren. Dankjewel. Dankjewel. Patrick en Pieter Jan zijn van het kantoor Hanson Taxaties. En wij hebben met alle coaches en met veel mentees van ons veel taxaties door hun laten uitvoeren. Beetje de huistaxateur van de Real Estate Masterclass, mag ik jullie wel noemen. En ik zou graag willen knielen een korte introductie van jezelf geven. Laat ik bij Pieter Jan beginnen. Ik ben Pieter Jan van der Woude en ik ben werkzaam als taxateur. In 2000 begonnen met het vak. Een tijdje bijzonder beheer gedaan en nu echt gespecialiseerd in taxaties. Oké, een bijzonder beheer bij als taxateur? Of bij een bank zelf? Bij een bank zelf. Okay. Afdeling bijzonder beheer. Dus als mensen niet betalen, dan kregen ze Pieter Jan achter zich aan. Nou, niet achter me aan, maar wel het idee om het allemaal te monitoren en te zorgen dat de klant daar op de beste manier uitkomt. Ja, precies. Oké. Patrick? Patrick Haverkost, vergelijkbaar met Pieter Jan, ook in 2000 begonnen in het vak. Ooit begonnen in het commercieel vastgoed als makelaar bij DTZ Zadelhof, tegenwoordig Cushman & Wakefield. Via het omzwerving in het Haarlemse beland bij Hanson Bedrijfsmakelaars destijds. Daar op een gegeven moment eindverantwoordelijkheid gekregen. En wat je dan ziet is dat je toch meer de diepte ingaat en veelal verantwoordelijk bent zeg maar, voor het eindadvies. Ja, en als je zelf advisering hebt, dan begint het allemaal bij taxaties. Dus ik ben nu een jaar of 11, 12 bijna volledig gespecialiseerd in taxaties. Ja. En als je op een gegeven moment de makelaardij dus in de taxatie inrolt, moet je papieren halen? Je RT? Of, ja, vroeger was dat iets anders. Toen werd je gewoon feitelijk opgeleid voor beide. Dus er was er geen scheiding tussen makelen en taxeren. Okay. Weliswaar in werkzaamheden, maar niet in certificering. Tegenwoordig is dat sinds een aantal jaar gescheiden. Maar wij zijn allebei nog algemeen zeg maar, opgeleid. Dus we mogen en makelen en taxeren. Okay. We hebben ook allebei die certificeringen nog. Die houden we denk ik ook angstvallig bij ons. Omdat je nooit weet hoe een leven zich ontwikkelt. Ja. Maar ja, goed. Uiteindelijk blijven we gewoon taxateur. En, is dat feitelijk onze specialiteit? Ja. De oude stempel. Ja, zeker. Ja, dus eigenlijk als je nu zo... Ik zou dus makelaar of taxateur willen worden. Dan moet ik voor beide een aparte opleiding doen. Klopt. Ja. En ik begreep ook dat er sinds... Ik weet niet of dat nou sinds dit jaar is. Dat er voor taxaties ook een enorme berg aan regelgeving bij is gekomen. Sowieso qua woningtaxaties. Het hele model van het NWWI is op de schop gegooid, om het zo maar te zeggen. Met name omdat het oude model toch wel te ingewikkeld was voor een particulier om het te begrijpen. En wat ze eigenlijk hebben gedaan is de vertaalslag gemaakt van meer de juridische kant naar een wat meer algemenere kant. Okay. Zodat het ook meer inzichtelijk is voor een particulier wat er nou precies gebeurt en wat erin staat. Precies. Okay. Dus dat is sowieso een grote wijziging geweest. Ja. En daar hebben alle taxateurs ook weer opnieuw examen voor moeten doen. Ja. Ik sprak ook wel eens een taxateur die zei van joh, ik denk echt dat heel veel ermee gaan stoppen. Omdat NWW-taxateurs het er heel veel al bij doen. Makelaars die doen dat taxatiestukje erbij. En dat gaat een beetje in hun dorp over en weer. Weet je, dan taxeert die makelaar voor die. En nou ja, die zei die op een gegeven moment zeggen ze, hier heb ik geen zin meer in. Ja. Nou, je zag met name dat taxateurs wel heel erg bang waren voor de extra werkzaamheden die erbij kwamen. En dat op basis daarvan ook werd gezegd van ja, het gaat me te ver. Ik heb er geen zin meer in. Ik stop ermee. Dus je ziet wel dat heel veel taxateurs zijn gestopt. Ja. En dat echt het specialistische werk toch wel een beetje overblijft. Ja, duidelijk. Heel even naar de basis terug, hè, om het begrijpelijk te krijgen ook voor iedereen. Ik denk dat de begrip taxateur, nou, dat eigenlijk wel duidelijk is voor de meeste mensen. Hè. Dat is, als ik het zeg, iemand die een bepaalde waarde aan een object koppelt. Maar wat zou je er nog over toe kunnen voegen? Een van de twee. Nou, misschien als ik daar het spitsje mag afbijten. Ik zou bijna zeggen, mensen zouden eens een keer een dagje met ons mee moeten lopen. Want mensen denken vaak dat we ergens een woning binnenlopen en binnen een kwartier of een half uur buiten staan. En dat we dan wel weten. Ja, globaal weten we het wel. Maar als je kijkt naar de totale procesvorming om tot die waardering te komen. Daar zitten echt heel veel stappen in die een hoop ervaring en kennis van ons vragen. Maar uiteindelijk ook veel meer werk van ons vragen dan er aan de buitenkant zichtbaar is. Mm-hmm. Om dat rapport van grofweg een 60 tot 150 pagina's te produceren, dat is niet alleen maar standaard tekst, maar er zit ook gewoon heel veel individuele input en ervaring in van de taxateur. Ja. En dat begint natuurlijk met een stuk juridische kennis, dat begint met een stuk bouwkundige kennis, dat begint
dat begint ook met een stuk marktkennis. Waarbij we ook wel een beetje aanschuren tegen de discussie over het scheiden tussen makelen en taxeren. Want we worden eigenlijk als taxateur steeds meer een soort data-analyst. Ja. En op het moment dat je gaat kijken naar vergelijkingen, referentiepanden zoals wij vaak roepen. Hoe goed kun je dan uiteindelijk een afweging maken op het moment dat je niet binnen bent geweest? En dat ben je natuurlijk ook niet als taxateur. Terwijl als je ook makelt, dan heb je die dat je wat gezegd met je voetje in de modder staat, dat gevoel natuurlijk wel. Mm-hmm. Dus al die zaken die komen zeg maar bij elkaar. Ja, ja, duidelijk. Heb je er nog iets op toe te voegen, Pieter? Ik denk dat jij het goed voor. Denk het ook, ja. Toch? Maar ja, ik vind dat wel ook wel. Enerzijds denk ik, ja, dat is natuurlijk een het feit dat je dus meer data-analyst wordt. Is dat niet ook omdat niemand zijn vingers eraan wil branden? Dus kredietverstrekkers die willen eigenlijk dat zij natuurlijk aan iedereen kunnen laten zien van, weet je, joh, wij hebben een taxatierapport waarop onze financiering weer gebaseerd is. Dat is helemaal dichtgespijkerd. En de taxateur kan zich daar natuurlijk ook. Het is niet meer een gevoel wat je wellicht in het verleden wel nog mee kon laten wegen. Ja, ik denk enerzijds wel. Anderzijds is er ook een nieuwe ontwikkeling gaande. Dat is de modelmatige waardebepaling, met name voor woningfinancieringen. Mm-hmm. Stuk minder kostbaar dan een taxatierapport. Alleen je ziet dat geldverstrekkers wel heel erg vaak op dit moment voor de goedkope oplossing kiezen en puur afgaan op de data die beschikbaar is. Terwijl ik wel van mening ben dat de marktkennis toch wel echt komt door de taxateur uit het veld. Ja. En modelmatig is eigenlijk dus gewoon dat we een theoretische bar nemen voor een woning en voor in verhuurde staten bepalen. En daar puur op basis van de potentiële huurstroom keer een bepaalde factor, that's it. Precies. Ja. Ja. Ja, en dan neem je locatie en dergelijke. Dat kan je dan nog een beetje in die factor verwerken. Of ja, maar daar houdt het dan bij op. Het is meer waarderen van achter je bureau. Ja. Misschien kunnen we de waardering of de vergelijking wel maken met OZB. Mm-hmm. Ja. Waar er natuurlijk veel al modelmatig wordt gewaardeerd. Dat kent iedereen. Iedereen weet hoe dat... Dat is de WOZ-waarde voor de... De WOZ-waarde, precies. En we weten allemaal dat daar continu ontzettend veel discussie over is. Ja. Want je vindt toch op het moment dat het te veel gestegen is, dat je een minder mooie woning hebt dan je buurman. Tenzij je hem natuurlijk in de verkoop zet. Maar dat geeft alleen maar aan wat daar de beperkingen voor zijn. Ja. Uiteindelijk, kijk, de wereld ontwikkelt zich. En ook in het taxatievak zijn ontwikkelingen natuurlijk fors. Mm-hmm. Dus er wordt veel meer data geanalyseerd. En het is ook steeds meer data-driven. Maar ik voorspel wel nog dat we de komende jaren, 5 tot 10 jaar, echt nog wel de menselijke hand en maat nodig hebben om echt goede taxaties en waarderingen te kunnen afgeven. Ja, ja, ik denk dat niet verdwijnt, zeg maar. Ik denk dat je een hoop met rekenprogramma's een basis kan leggen. Maar uiteindelijk heb je wel die persoon nodig die het allemaal samenbrengt. Ja. Daar gaan wij wel van uit. Alleen soms wordt er wel iets te makkelijk over gedacht. Ja. Met name door een geldverstrekker. Ja. Die dan toch denken van ja, hè, de taxateur, we hebben hem in principe niet nodig. Terwijl er best wel veel specialistische kennis aanwezig moet zijn. Ja. Om tot een bepaalde waarde te komen, wat Patrick ook al zegt. Ja, ja. Hebben jullie altijd enig idee hoe belangrijk de taxateur voor ons is? Jullie zijn zelf ook belegger. Tenminste, ik weet niet, jij ook belegger. Patrick, weet ik het van? Ja. Ik niet, maar Patrick wel. Ja. Ja, dat de taxatierapporten, de waardebepaling is voor een belegger echt een spannend moment. Want dat bepaalt wel hoeveel eigen geld moet je erin stoppen. Ja, en hoe hoog wordt mijn return on investment? Niet geheel onbelangrijk. Nee, nee. Nee, ik denk dat we ons daar zeer zeker van bewust zijn. Ik denk dat dat ook wel een deel is van ons succes. Omdat we juist gevoel hebben bij hoe belangrijk dat is. Dat wil niet zeggen dat je altijd zeg maar de mening van de opdrachtgever en de klant volgt. Maar we zijn wel taxateurs die roepen dat het A, subjectief is, onze waardering. En dat bedoelen we juist heel nederig. Want er zitten ontzettend veel overwegingen aan een waardering vast. En je kunt er van alles van vinden. Ja. Maar dat betekent ook dat je, naar mijn mening, ook altijd open moet staan voor terugkoppeling en feedback. En dat wil niet zeggen dat je dan zegt van joh, we zijn taxateur, dus wij weten het, dus mond houden, wegwijzen. Ja. Zeker niet. Het is ook niet zo dat we daar oeverloos over in discussie gaan. Maar op het moment dat er valide argumenten zijn, en we kunnen ze denk ik allemaal bedenken. Dan nemen we dat zeker mee. Ja. Dan zijn we de laatste die roepen van nee, het is niet zo. Sterker nog, dan kijken we nog een keer goed naar onze waardering. En dan kijken we of we daar eventueel iets in kunnen aanpassen. Ja, ja. Nou, dat vind ik heel erg sympathiek. En inderdaad ook subjectiefheid vanuit nederigheid ook een klein beetje. Want er zijn zeker taxateurs. Ik heb heel erg wisselende ervaringen. Inderdaad. Ik heb wel eens gehad dat iemand zei, conceptrapporten doe ik niet aan.
Dus die kreeg gewoon meteen de definitieve na een week in je mail en dat was het dan. Ja, dat mag al niet. Ja, nou ja, okay, ja, nou ja, dat wist ik niet. Hij dacht, ik zal hem even, maar ik heb ook geen zaken gedaan ermee. Dus, maar ja, er zijn altijd zaken. Ik bedoel, ik heb ook wel eens gehad dat een taxateur dat hij gewoon bijvoorbeeld de garagebox vergeten was om mee te nemen in de punten. Nou, misschien heeft hij hem niet gezien bij de bezichtiging. Kan natuurlijk van alles gebeurd zijn. Maar ik zeg, ja, dat staat wel in het kadaster ook. Ja. Zeg, dus dit is gewoon, dit hoort er nog bij. Nou, daardoor komt de huurwaarde weer wat hoger uit. Dat kan gewoon van invloed zijn. Dus dat je iedereen kan fouten maken. En ja. Ja, goed dat jullie daarvoor openstaan. Nou, weet je, we hebben natuurlijk niet de wijsheid in pacht. Tenminste, niet alle. Dus ik denk, ja, dat je er inderdaad wel gewoon voor argumenten open moet staan. Ja. Wat Patrick inderdaad ook al aangeeft. Ja. Nou, ik denk dat we ook niet moeten onderschatten dat veel beleggers vaak ook veel informatie tot zich hebben. Mm-hmm. Die wij soms maar beperkt hebben. Ja. We roepen natuurlijk wel dat we een enorm netwerk hebben en een enorme database waaruit we kunnen putten. Maar al ben je ergens in een gebied heel goed bekend, dan nog kan het zo zijn dat jouw opdrachtgever of je relatie met informatie komt die je niet hebt gezien of hebt gemist. Ja. En als dat inderdaad informatie is die ons helpt om een betere waardering te maken, ja, wie zijn er wij om dat te negeren? Ja. Sterker nog, ik neem het mee, ik sla het op en voor de volgende kunnen we het ook weer gebruiken. Precies, ja. Ja. Dus in die zin doe je het ook een beetje samen. Ja. Nou ja, maar jullie zijn natuurlijk ook, of ik denk elke taxateur die taxeert van één losse woning tot een portefeuille. Het kan net zijn dat je net een aantal opdrachten hebt afgerond waarin je eigenlijk elke keer portefeuilles hebt gedaan of woningen versus winkels, bedrijfsruimte, alles. Ja. En dan kom ik met een specifiek pandje in, ik noem maar wat, in Rotterdam, in die wijk, waar ik hele, want ik ben daar al bijvoorbeeld een paar maanden mee bezig met alleen dat soort woningen bekijken, dat ik net iets meer kennis erover heb. Maar je zou ook niet, je kan ook niet over heel Nederland zulke specifieke kennis hebben van elke wijk. Dat is onmogelijk. Dat moet je ook niet willen, denk ik. Nee, dat moet je straks ook niet willen, nee. Nee, maar ik denk dat dat inderdaad het juiste argument is. Wat wij ook aangrijpen om te zeggen van nee, je moet vooral niet blind zijn voor de tegenargumenten of voor de nieuwe argumenten. Die moet je afwegen. Ja. Dat wil niet zeggen dat we overal in meegaan. Want er worden ook wel eens dingen geroepen dat ik zeg van ja, dat zijn bedragen of prijzen, die kan ik niet checken. Want we moeten het wel kunnen checken. Ja. Ja, opmerkingen van ja, daar en daar is dat verkocht voor die prijs. Dan zeg ik ja, prima, maar kunnen we dat checken? Ja. Is het alleen maar in het kadaster opgenomen? Prachtig, maar als ik dan niet kan zien wat het opleveringsniveau is of hoe het ligt. Of wat daar de specifieke voorwaarden aan zijn geweest die aan de prijsvorming te grondslag hebben gelegen, dan kun je het vaak ook niet meenemen. Nee, dat moet je ook niet vergeten. Ja, ik heb dat heb ik ook. Ik heb wel eens regelmatig dat ik een paar referenties meestuur. Ja. Dit is waar ik een beetje heb om koopprijs ook op heb gebaseerd. Kijk maar of je het meeneemt. En eigenlijk heb ik elke keer van taxateurs de hele goede feedback op gehad. Ze zeiden van nou, woning 1 en 2 vind ik inderdaad relevant. Ja. 3 en 4 niet, want dat zijn eensgezinswoningen, ik noem maar wat. En jij, het zijn wel dezelfde vierkante meters, maar dat is gewoon een andere waardering dan een appartement, ik noem maar even wat. En dan leer je zelf ook van, hey, hoe vind ik nou een goed referentiepand? En op een gegeven moment lever je gewoon 3 goede referentiepanden aan, die je dan ook gewoon in een taxatierapport terugvindt. Omdat de taxeur zegt, ja, ik zou deze ook gekozen hebben. Nou ja, dat is natuurlijk super, want dan kan je ook met elkaar samenwerken. Ja, en sterker nog, ik wil het eigenlijk nog liever naar voren halen. En daar moeten we misschien ook nog een ander model van maken. Maar ik heb liever dat van tevoren aan ons gevraagd wordt. Ja. Dat je van tevoren aan ons vraagt van nou Patrick of Pieter-Jan, we hebben die woning op het oog of we hebben dat vastgoed op het oog. Ja. Wat vind je ervan? En op het moment dat we dan hebben we het nog niet gezien, maar dan hebben we vaak wel al behoorlijk wat informatie bij elkaar verzameld. En dan kunnen we toch wat specifieker zeg maar onze gedachten vrijgeven in welke bandbreedte van waarde we denken. Ja. En ik moet daar wel voorzichtig mee zijn, want ik merk wel dat we daar veel vragen... Pas op, want je gaat heel veel telefoontjes krijgen na deze podcast. Ja, dat weet ik. En ik moet er ook bij zeggen dat we daar waarschijnlijk ook wel een commercieel model aan gaan hangen. Ja. Want op het moment dat je daar serieus mee bezig bent, ben je zo een half uur tot misschien wel een uur bezig om die grove advieswaardering te geven. Ja. Maar als daar een vergoeding tegenover staat, is dat niet erg. Ja. Kijk, het kan natuurlijk niet zo zijn dat je de hele dag alleen maar bezig bent met het adviseren van partijen. Ja. En daar een paar taxaties doorkrijgt. Want dat kan natuurlijk ook niet. Maar het is wel iets wat ik liever van tevoren afstem. Ja. Dan dat we achteraf voor verrassing komen te staan. Want dat zien we nog steeds. Nou, ik denk dat voor beide partijen is het natuurlijk super. Want ik denk dat elke belegger het wel eens heeft meegemaakt dat je iets hebt aangekocht. Zeker als je net gestart bent. Dat je een taxatiewaarde krijgt. En dat je helemaal rot schikt. Zo laag als dat het is. En je denkt, wat heb ik over het hoofd gezien? Ja. En wellicht gekocht zonder voorbaatsfinanciering. Exact, ja. En dan zit je toch met een probleem. En ik krijg heel vaak inderdaad van de mentees de vraag van, joh, maar hoe weet ik nu de taxatiewaarde? Ik zeg, nou ja, dat weet je niet. We kunnen een inschatting maken. Ja. En inderdaad, nou, vaak omdat wij dan vaak werken met vaste taxateurs, waaronder jullie, nou, dan bellen ze Patrick even en dan werkt hij inderdaad mee. En dat is gewoon heel fijn. Nou, maar dat is denk ik wat jij ook wel zegt.
het is goed om in ieder geval vooraf aan te kunnen geven of de investering die je doet, of die ook marktconform is. Ja. En of daar de prijs die je daarvoor betaalt, hè, of dat ook iets is wat te onderbouwen is. Ja, ja. Ja. Ja, duidelijk. Mocht je daar meer info over hebben, Patrick, dan houden we ons graag aanbevolen. Want ik denk dat dat een service is waar veel gebruik van gaat worden. Maar ik denk ook wel dat het gaat er dan ook om hoe lever je het aan. Kijk, als jij natuurlijk zegt van joh, ik heb hier even op één A4'tje de woning die ik ga aankopen. Alle kennis staat erop. Ja. Ik heb deze referentiepanden zelf in het kadaster gecheckt. Kan je hier eens naar kijken? Dat is heel anders dan dat je zegt, hey, hier heb je het adres. Wat is het waard? Precies. Weet je, ja, dan heb jij ook geen input om mee te werken. Nee. Nou, maar misschien heb ik dat, maar ik spreek nu even. Of heb je dat liever juist? Nou, misschien wel. Omdat wij natuurlijk vaak andere en beter, dat zeg ik overigens zonder arrogantie, maar vaak beter gecontroleerde bronnen gebruiken dan met alle respect een Walter of zoiets dergelijks. Ja, maar Walter Living vind ik ook geen. Maar mijn kadaster is wel gewoon eerlijk. Ja, ja, maar dan nog, je kunt bij het kadaster niet zien hoe het opleveringsniveau is en hoe de ligging is. Want we gaan niet van iedere aanvraag gaan we, ja, tenzij het een taxatie is, gaan we meteen het kadaster lichten. Nee, precies. Dus je maakt eigenlijk de afweging, kun je daar oude aanmeldingen van vinden uit NVM-systemen van databases. En op basis daarvan kun je best op basis van de laatste transactie in de omgeving met vergelijkbare opleveringsniveaus, met vergelijkbare oppervlaktes, vergelijkbare ligging, kun je best een aardige inschatting maken. Wel binnen een bandbreedte hoor, maar dan kun je best een aardige inschatting maken van waar de verhuurder staat, waar de leeg en ontruimd en huurwaarde. Ja. Dus kijk, en als er zinvolle informatie wordt meegeleverd, graag. Zeker, ja. Maar het is niet zo dat dat altijd beter is dan wat we aanleveren. Nee, maar precies. We willen het zo breed mogelijk zien. Ja, zeker. Ja, duidelijk. Wat ik ook nog zelf uit persoonlijke interesse, ik merk ook wel dat als je dan dat heb ik ook wel eens meegemaakt, dan heb je een keer scherp ingekocht. En dan zeg je taxateur, ja, maar ik ga toch echt niet boven jouw koopsom taxeren. Dat doe ik niet. Hoe zit dat nou precies? Ja, mag ik daar nog even op? Dat is best een dilemma. Zeg ik al even in alle openheid. Ik denk dat wij als Hanson best een eigenwijze taxateur zijn. En in het land, mag ik ook wel hardop zeggen, best bekend zijn en best bekend staan als taxateurs die relatief positief waarderen. Maar daar krijgen we ook wel regelmatig opmerkingen over. Mm-hmm. Het gaat erom uiteindelijk dat je het kunt verklaren. Ja. Kijk. Als je 100 panden taxeert en je roept bij al die 100 panden dat de opdrachtgever het extreem scherp heeft ingekocht en het allemaal off-market is ingekocht, ja, dan ga je natuurlijk op een gegeven moment tegen discussie aanlopen bij de financier. Maar als je per object goed uitlegt waarom inderdaad die waarde in onze optiek, ook mede onderbouwd natuurlijk in het taxatierapport, echt op dat niveau ligt. Mm-hmm. En dat het door inderdaad off-market inkoop of een soort sale and lease back, wat ook vaak natuurlijk gebeurt. Of er, nou ja, in ieder geval duidelijk aanwijsbare omstandigheden zijn, waardoor er inderdaad kan worden gesproken over een goedkope inkoop ten opzichte van de taxatiewaarde, dan is het prima. Ja. Maar je moet oppassen dat je daar uiteindelijk ook wel een beetje de maat in houdt. En dat is best lastig, omdat er natuurlijk vanuit de financiers vaak een regel is van nou 10-15%. Is nog acceptabel. We weten natuurlijk ook, we voelen ook, zeg ik in alle eerlijkheid, dat de markt aan het kantelen is. Ik zeg niet dat de prijzen gaan dalen, integendeel. Maar je ziet wel dat de stijgingen afvlakken. Ja. Dat er langer panden te koop staan. Dus ja, het is best lastig om te blijven beweren dat die waarde substantieel hoger ligt dan die aankoopprijs. Daar moet je echt wel een goede onderbouwing voor geven. We sluiten het zeker niet uit. We zijn er ook absoluut niet bang voor. We lopen er ook niet van weg. Maar we moeten het wel goed kunnen onderbouwen. Ja. Heb je ook als taxateur, even daarop doorhakend, een aansprakelijkheid. Zeer zeker. Dus als jij, stel ik koop iets voor 2 ton, jij zegt joh, het is 3 ton waard. Nou, achteraf blijkt inderdaad, mijn huur wordt niet betaald en ik betaal mijn hypotheek niet, het pand moet geveild worden en het is bij lange na die 3 ton niet waard. Dan kan de kredietverzekeraar natuurlijk ook bij jullie aankloppen en zeggen van joh, hoe komen jullie in godsnaam op deze waardering? Ja, dat kan zeer zeker. Als taxateur ben je zelfs te gerechtelijk aansprakelijk voor dit soort zaken. Ja. En niet te vergeten, je bent 20 jaar verantwoordelijk voor je handtekening. Dus als er 20 jaar na het uitbrengen van de taxatie nog iets gebeurt, dan kun je als taxateur altijd voor worden aangesproken. Ja, ja. Oké. Okay. Dus dat is wel degelijk belangrijk dat je het heel goed onderbouwt. Ja, nou, sterker nog, dat weten heel veel mensen ook, vanuit certificering, vanuit aanstellingen, maar ook in de samenwerkingsbanden met de financiers, waarmee we uiteindelijk toch zeg maar SLA's afsluiten, worden ook verplicht daar voldoende voor verzekerd te zijn. Ja. Ja. Dus het gaat om flinke belangen. Ja, ja, duidelijk.
En dan mijn laatste vraag, inderdaad, je hebt het net al heel even aangestipt. De markt, ja, in hoeverre je daar natuurlijk iets over kan zeggen. Ja, wat we, het enige wat ik zeg maar kan verklaren is natuurlijk dat we op het moment een behoorlijk stijgende rente hebben. En dat dat natuurlijk invloed heeft op leencapaciteit van mensen. Ja. Dus dat het niet anders kan. En je ziet ook wel berichten, de markt koelt af. Maar is een afkoeling van een 20% stijging naar een 10% stijging? Want ja, dan ben ik nog steeds hartstikke gelukkig. Of is dat naar een 10% daling? Weet je, dat is natuurlijk... In hoeverre kunnen jullie daar wat over zeggen? Ja, dat is natuurlijk altijd de welbekende glazen bol. Ja. Als ik de krant vanmorgen had, gaf ik er 1 miljoen voor. Ja. Maar ja, wat natuurlijk wel zo is... stijgende rentes. Ja. Dat heeft wel echt wel zijn reflectie op de waarde van het vastgoed. Ja. Ja, de toekomst zal het leren. Ja, en ik denk dat ik er ook nog aan toe kan voegen dat we graag natuurlijk generalistisch praten over de markt. Maar er is natuurlijk niet één markt. Nee. Als je even kijkt naar de Randstad en dan met name de grote steden zoals in Haarlem en Amsterdam en Utrecht, in mindere mate Rotterdam. Laat ik vooral die eerste 3 even noemen als grote steden. Dan denk ik dat we daar gevoelsmatig wel naar een afvlakking van prijzen gaan. Mm-hmm. Omdat als je kijkt wat daar de aanvangsrendementen zijn, die liggen op 4% en zeker in Haarlem en Amsterdam daar fors onder. Yeah. Nou, dan hoef ik jullie niet te vertellen dat als je praat over een marktrente momenteel 80%, 5% plus. Ja, dat kan niet. Dan kan dat niet meer uit. Dat kan nog wel uit. Met eigen geld, ja. Jawel, maar we moeten ook niet vergeten dat veel panden natuurlijk in een mandje van reeds bestaande beleggingen vallen. Dus op het moment dat je daar een goed rendement hebt, dan kan het best zo zijn dat je een negatief aanvangsrendement accepteert. Ja. Waar met name door de jaren heen, door prijsstijgingen of met name huurprijsstijgingen, het rendement zeg maar wel positief wordt. Ja. Maar ik zie in allerlei gebieden buiten de Randstad, zie ik nog voldoende mogelijkheden voor prijsstijgingen. Geen 20%, maar ik sluit het ook niet uit. Nee, we zitten natuurlijk ook nog steeds natuurlijk met dat woningtekort. En waarvan ik met de aankomende plannen van de regering ook echt zeker niet voorspel dat in hele korte termijn opgelost gaat worden. Nee, we gaan dat nooit oplossen. Dat is een gebouwde uitspraak, maar dat is ook op persoonlijke titel. Dat gaan we nooit oplossen. Nee. Dat hebben we na de oorlog niet opgelost. En tot op maar toen was het vandaag. Al. Ja, toen was het al tot op de dag van vandaag. En dat komt ook. Ook daarin kunnen we natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar de maatschappij verandert ook. Ja. Het is niet alleen maar dat er meer geld is en daardoor de prijzen hoger worden. Maar het is ook nog eens een keer zo dat onze samenleving verandert. Vroeger had je geen happy singles. Nee. Dan was je plat gezegd een kneus als je single was. Tegenwoordig heb je Tinder en ben je vrolijk en woon je heerlijk in je eentje. En wil je niet dat er iemand bij je woont. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook nog eens een keer door vergrijzing en allerlei andere samenlevingsvormen, dat ouderen natuurlijk veel langer in een woning blijven wonen. Ja, zeker. Daar probeer ik helemaal niets negatiefs over te zeggen. Sterker nog, ik denk dat het goed is. Maar goed, vroeger gingen de ouderen naar een verzorgingstehuis en kwam die woning vrij. Ja. Wat daarnaast ook nog een keer het geval is, is dat vroeger, wat is vroeger, verkocht je huis en kocht je een nieuw huis. Of je kocht je nieuw huis, je verkocht je oude huis. Nou, wat zien we tegenwoordig? Ik las laatste term buy to hold. Ja. Of ik zeg het niet helemaal goed, maar het komt er niet. Live in then rent. Ja, ja. Uiteindelijk, het nieuwe huis wordt gekocht, oude huis wordt gewoon aangehouden als belegging. Ja. Nou ja, dat is ook een nieuwe trend. Dus dat zijn allemaal mede oorzaken waardoor die markt gewoon krap is. En vaak hebben ze al het huis natuurlijk gekocht, hebben ze die 20% stijging gehad in een jaar. Dus kan je 80% van je originele hypotheekbedrag kan je gaan onderbrengen bij de Domivest. Precies. Nou, en dan kan je een nieuw huis kopen. En als je bij de juiste kredietverstrekker je nieuwe financiering afsluit, ABN AMRO, die is daar goed in, die nemen gewoon je huurinkomsten mee. Dus die zeggen gewoon van, nou, of ze strepen het weg tegen je vastgoedhypotheek. En je staat gewoon, je kan gewoon op basis van je salaris met je partner kan je een pand kopen. Ja, ja, dat is... Dat gebeurt steeds vaker. Ja. Ja. Nee, inderdaad, dat zijn allemaal trends die er toch voor zorgen dat het inderdaad heel moeilijk gaat zijn. Omdat op korte termijn, ook al bouw je helemaal suf, dan alsnog wordt dat heel moeilijk. Ik zie het op korte termijn niet gebeuren. Nee. Nee, en de maatregelen die natuurlijk worden voorgesteld, zeker zijn genomen vanuit regeringsstandpunt, werken er ook niet mee. Nee. Ik denk niet dat het helpt om zelfbewoningsplicht in te voeren. Als je het hebt over meer woningen. Daar worden niet meer woningen van beschikbaar. De huurmarkt wordt alleen maar krapper. Ja. Als je het vervolgens hebt over het aftoppen van de middenhuur. Ja. Hoe soms begrijpelijk ook. Ja. Dus nogmaals even mijn persoonlijke standpunt. Gaat het allemaal niet mee helpen? Zien jullie wel een huurinflatie? Nou, omdat ik heb hem gezien. Maar vooral in gebieden buiten de Randstad. Okay. Ja. Zeker in Flevoland heb ik de prijzen in de afgelopen jaren gewoon, en dan praat ik over 2-3 jaar, gewoon met 50% toezien nemen. Gewoon echt huizen die gewoon voor 800-900 euro kon huren, die nu echt dik boven die 1000 gaan. Ja, toen wij in 2018, 2019 begonnen met het veel taxeren van buy-to-let,
Onder andere ook in de provincie Flevoland. Toen had je bijna geen huurtransacties. Je wil het niet geloven, maar bijna geen huurtransacties. Ja. Daar lagen de prijzen in bijvoorbeeld Lelystad. 80, 90, soms 100 euro per vierkante meter. Want dan praat al steeds over meterprijzen per jaar. Waar veel al wordt gewaardeerd in meterprijzen per maand. Maar dat even terzijde. Nu zie je die prijzen per jaar gewoon 130, 140, soms 150, zelfs 160 euro per vierkante meter per jaar. Dus het is gewoon een waarderingsstijging van 50%. Ja. Onvoorstelbaar in 3 jaar tijd. Ja. Ja. Dat heeft natuurlijk ook gezorgd voor een flinke prijsstijging van de woningen. Los van het feit dat die prijsstijging er sowieso al was door de aantrekkende markt. Ja. Maar ook in het buitengebied. Ja. Ja. Oké, heren. Ik denk dat we een mooie podcast hebben opgenomen over eigenlijk alle facetten van een taxateur zijn. Een stukje marktontwikkeling. Ik zou wel nog graag even willen weten van stel dat ik een taxateur inderdaad ga inschakelen. Nou, je zei al van weet je, op voorhand even schakelen. Dat is altijd het beste. Zijn er nog andere tips die jullie kunnen meegeven aan beleggers die nu kijken. Die denken van joh, ik ga binnenkort weer wat aankopen en ik heb een taxateur nodig. Bel Hansom. Ja. Ja. Nou ja, kijk, ik denk dat het belangrijkste is dat je je goed afvraagt waar kan de taxateur allemaal zeg maar taxeren. Hè? Want iedereen heeft zo zijn aansluitingen. We hebben er veel. We hadden er vroeger allemaal. Inmiddels zijn er een paar weggevallen. Maar we hebben er nog steeds heel veel. Dat is belangrijk. En ten tweede heb je ook uiteindelijk affiniteit met het werkgebied. Wij werken echt in heel Nederland. Letterlijk van Groningen tot en met Limburg. En van Den Helder tot en met het uiterste puntje van Zeeuws-Vlaanderen. Mm-hmm. Daar hebben we ook voldoende input en kennis van. Dat doen we niet allemaal alleen. We werken veel met lokale partners waar we die input zeg maar ook vandaan halen. En we hebben, normaliter korte doorlooptijden. We hebben een klein beetje achterstand momenteel. Maar dat lopen we nu de komende week, anderhalve week in. Ja. En dan moet je gewoon binnen een week of 2, 3, zeg maar, van het moment van afspraak tot het moment van opleveren van het rapport, moet je gewoon je rapport kunnen hebben. En dat is ook wel noodzakelijk momenteel. Omdat je gewoon te maken hebt met een veranderende markt. Ook die financiers die willen wat dat betreft snel. Dus ja, dan kun je niet meer 2 maanden op een rapport wachten of 6 weken. Nee. En stijgende rentes, hè? Daarom ook snelheid. Ik heb soms ook een beetje het idee dat de banken soms het in hun voordeel is om het eventjes een beetje te laten wachten. Want dan gaat die rente is weer een paar tienden hoger. Nou, dat is voor hun natuurlijk op basis van 100 à 200 aanvragen scheelt dat behoorlijk. Zeker. Ja. Oké, heren, bedankt voor jullie aanwezigheid in de podcast. Wederzijds bedankt. Dankjewel. Top. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar de podcast. Vond je de video leuk? Vergeet hem niet te liken. En abonneer op ons kanaal van de Real Estate Masterclass. Bedankt en tot de volgende keer.